van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ben je er eigenlijk? Of ben je laat? Laat? Jij bent vroeg, zo kan je het ook zien. Dit is een lijstje van afspraken die jij even moet terugbellen. En Robert had een afspraak bij de bank morgen. Zou jij die van hem over kunnen nemen? Ja, natuurlijk. Moet Jeff dat niet doen? Nee, die heeft geen tijd. Oké, wat heb ik verder nog voor jou? Heb jij Simon gesproken vanochtend? Nee, die was er niet op. Ja, wat moet ik hier allemaal mee? Dat is dat account wat jij van Robert over zou nemen, Interclean. Interclean? Dat zou Jeff toch doen? Nee, jij. Dat hadden we gisteren toch zo afgesproken. Oh ja? Ja. Wat is er met je? Waarom vroeg jij of ik Simon nog gezien had? Oh, ik wilde de opnames een paar dagen uitstellen, zodat hij een beetje rustig aan kan doen. Oh, die meneer. Denk je dat Van Buren dat goed vindt? Ja, weet ik veel. Vraag het hem. Zeg, ik zie dat ik morgen niet naar de bank kan. Ik heb een andere afspraak. Kun jij niet? Nee, maar jij zou toch sowieso een deel van de afspraak van Robert overnemen? Sylvia, met Daniel. Kun jij morgen naar de bank? Ja, praten met... Terpstra. Terpstra. Ja, dat weet ik niet. Het is een afspraak van Robert. Ik heb de spullen hier liggen. Bedankt. Ik zal ze brengen. Daniel. Ja, met Nalbier. Ja, wat is er met je? Je bent zo geïrriteerd. Ach, wat slaat er nou op? Ja, dat bedoel ik dus. Staat het? Oh, blinde, ik wil het niet. Waarom dan niet? Omdat ik niet wil dat jij bij de problemen van mijn familie betrokken raakt. Ja, ik vind het echt heel lief van je, maar... Ik doe het helemaal niet om lief te zijn. Ik doe het omdat het de meest praktische oplossing is. Voor jou, voor je vader en voor Hakan. Ja, en wat heb jij eraan? Nou, ik kan jullie helpen en ik verlies er toch niks bij. Ik begrijp niet dat je er zo makkelijk over doet. Je kent hem niet eens. Nee, maar jij wel. En als hij nou niet te vertrouwen was geweest, had je het zelf toch niet aangeboden? Nee, natuurlijk niet. Maar dat betekent niet dat jij dan maar met Hakan moet trouwen. Ik wil er niks meer over horen. En Stan dan? Het is afgelopen. Onzin. Jij houdt van Stan en Stan houdt van jou. Dat moet je niet zomaar laten schieten voor die kwestie met Hakan. Het kan niet anders. Jezus, Fatima, wat kan je toch koppig zijn? Als ik met Hakan trouw, dan kan je het weer goed maken met Stan en dat wil je toch? Ja, maar... Nou, precies. Daarom doe ik het. Wegenwacht bellen. Dat is heel origineel. Dank je. Heb je het meegenomen? Hij schiet een beetje op. Het heeft al lang genoeg geduurd. Geen probleem. Dat zei je vorige keer ook. Deze keer meen ik het. Ja, ja. Als het niet snel gebeurt, laat ik het iemand anders doen en dan kan jij naar je centen fluiten. Ik word ongeduldig en dat is niet leuk. Ik bel je wel. Grappen maar. Daniel, zou jij donderdag kunnen? Donderdag, ja, misschien wel. ANF met Suzanne Balk. Hallo Suzanne, je spreekt met Martin van Buren. Ah, Martin, jou moest ik net hebben. Ik wilde de opnames van de foto's een paar dagen verzetten, kan dat? Ik denk van wel. Waarom wil je ze verzetten? Kim kan niet op die dagen en we willen toch met haar werken? Ja, juist ja. Nou ja, dan hoor ik wel wanneer jullie komen. Oh, dat kan ik je zo wel vertellen. Dat zal de 12e zijn. Dat is prima. Goed, heb jij die fax gelezen die we je gestuurd hebben?
Ja, dat is prima in orde, maar daar bel ik dus niet over. Is Daniel in de buurt? Oh, momentje, hij loopt net de kamer uit. Ben jij er voor Martin? Ja. Geen maar. Daniel? Hallo, met Martin. Zeg, ik zou je willen vragen of je even bij me langs kunt komen. Ik wil je even spreken. Ja, dat is goed. Gaat het over die teksten? Nou, dat hoor je straks wel. Hoe laat kun je hier zijn? Over een half uur. Nou, dat is prima. Tot zo dan. Ja, dag. Ga je nog even mee? Nee, ik wil op tijd thuis zijn. Koen is vanmiddag ook vrij, dus... Koen. Ik hoor jou de laatste tijd alleen nog maar over Koen. Het is net of je de rest van de wereld hebt afgeschreven. Nou ja, afgeschreven. Ja, dat je eenkennig wordt en niet meer weet wie je vrienden zijn. Ik ken een stel, dat gaat niet eens met de deur uit om boodschappen te doen. Laat alles bezorgen. Nou ja, jullie zijn gewoon jaloers. Precies. Ga nou nog even mee. Eén drankje. Koen. Hallo, hey. Ben je al klaar? Ja, hoe wist je dat ik klaar was? Nou, dat wist ik niet, maar ik hoopte het. Ik ga straks een strandwandeling maken. Ga je mee? Ja. Of onderbreek ik iets? Nou, we probeerden net Helen mee te krijgen naar het café, maar ja... Oh, nou, dat is toch heel gezellig? Nou, dan kunnen we daarna wel naar die strandwandeling gaan. Zullen we dan nu gaan, voordat de gang volstroomt met leerlingen? Nou, ga nu maar mee. Ik voel dat je graag gaat. Maar jij dan? Ik? Ik ga naar huis. Maak je maar geen zorgen. Ik vermaak me wel. Wil je niet mee met ons? Jawel, maar ik kan me voorstellen dat jullie liever als collega's onder elkaar... Wel, nee. We vinden het juist heel gezellig als je meegaat. Ja, kunnen we ook eens goed bekijken waar Helen zo vol van is. Nou, oké dan. Graag. Ik ga even mijn spullen pakken. Gefeliciteerd, Helen. Het is een enige man. Ja, hè? Wat doe jij hier? Je moet hier niet komen. Ik moet je even spreken. Ik wil niet met je trouwen. Wat is er? Niets, maar ik wil het niet. Je vader heeft me verteld dat je een vriend hebt. En dat is al lang over. Oh. Wat is er met je? Wil je niet in Nederland blijven? Jawel, maar het moet anders. Het kan niet anders. Als we met elkaar trouwen, dan zit het voorgoed aan elkaar vast. Wat, maar je wilt mij toch niet als je man? Jij wilt die jongen. Als we met elkaar trouwen, dat wordt een ramp. Dat weet je niet. We moeten het proberen. Ik begrijp het niet. Je mag zelf een man zoeken en wat doe je? Je kiest mij. Dat kan ik niet aannemen. Maar ik wil gewoon... Hallo. Oh, Linda. Dit is Hakan. Ja, hallo. Hey. Heeft Fatima het al verteld? Ik vond het niet zo'n goed idee als Fatima met jou gaat trouwen. Ja, dat probeer ik er ook duidelijk te maken. Ja, precies. Hoor. Het wordt zo ingewikkeld, weet je. Dus ik heb een beter idee. Ik trouw met je. Wil je wat drinken? Ja, doe maar een sapje. Ik wil vooropstellen dat ik heel tevreden ben over jullie werk. Dus dat heeft met dit gesprek niets te maken. Alsjeblieft. Nee, waar het om gaat is dit. Wij zijn zeer alert op allerlei vormen van misbruik die klanten in dit casino kunnen maken. En dan heb ik het niet alleen over systeemspelen, maar dan heb ik het ook over gokverslaving. Ja, nou... Laat me even uitpraten. Mijn croupiers houden alle gasten in de gaten, dus ook jou. Ik heb begrepen dat je de laatste tijd veel hebt gespeeld en verloren. Ja, waar je dat van doet, dat interesseert me niet. Het gaat om de manier waarop je speelt. Volgens mijn personeel heb jij een probleem. Zeg. Ja, dat klinkt misschien vreemd uit de mond van een casinodirecteur, maar ik maak me daar ernstig zorgen over. Nou, dat is nergens voor nodig, hoor. Ik weet precies wat ik doe. Oh ja? Ja, ik vind het een hele vervelende situatie. Maar ik heb besloten dat ik je niet en als klant en als campagneleider kan handhaven. Het spijt me. Is dat niet een beetje overdreven? Nee. Het lijkt me beter dat je je terugtrekt. Dat kunnen we hier nu meteen regelen. Martin, luister, ik ben hier een paar keer geweest. Om te spelen, oké. En jouw personeel concludeert dan even dat ik gokverslaafd zou zijn. Waar is het op gebaseerd? Mijn personeel is daarin getraind. Wij beschermen als het ware de gasten tegen zichzelf. Nou, jullie zien spoken. Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Luister. Als je niet zelf kunt beslissen dat je je terugtrekt, dan zie ik me genoodzaakt om je partners in te lichten. Ja, waar slaat het op? Ik ben hier een paar keer geweest om te spelen. Wat is het probleem? Je hebt je gisteravond nogal agressief gedragen tegen een van de croupiers. Ja, die jongen die maakte een fout. En ik heb ook begrepen dat je zelfs geprobeerd hebt om je horloge te verkopen. Is dat zo? Dat was een test. Ik geloof je niet.
We hoeven ook niet te gaan samenwonen, maar je moet je er wel laten inschrijven. Zomaar veel te ingewikkeld. Als ze nou controleren? Dat doen ze niet. Je hangt gewoon wat kleren bij mij in de kast en voor de vorm kom je af en toe langs. En als je in de tussentijd een man ontmoet waar je echt mee wilt trouwen? Dat gebeurt niet, echt niet. Nee, misschien niet, maar... Wat is er? Shit, daar heb je ze. Ze hebben de vuilniszak stuk gesneden. Ik ga er naartoe, wat denk je wel? Nee, niet doen, laat ze alsjeblieft. Kom, ga maar naar boven. Ga naar boven! Ik laat me niet tegenhouden door die tuig. Ja, dat doe je wel. Ik wil niet dat jullie hier gaan vechten. Fatima heeft gelijk. Kom, ga nou naar boven. Wat is dit voor troep? Dat willen wij niet in de straat en niet in onze buurt. Nou, opgerot eruit! Jij moet je kop houden, Blondie. Als jullie niet heel snel weggaan, dan bel ik nu onmiddellijk de politie. Oh ja? Bel dan wel de vreemdelingenpolitie, alsjeblieft. Jij denkt echt dat je heel groot bent, hè? Nou, we zullen eens kijken wat je nog te zeggen hebt als de politie er staat. Faites voor u, monsieur. Niet tegen je baas zeg, hoor. Nou, die zien we voorlopig even niet meer terug. Die lui zijn zo bang voor de politie. Ja, slim van je om dit te doen alsof. Ja, nou, ik wilde wel echt bellen, maar ik was zo zenuwachtig. Ik denk dat ik verkeerd heb gedraaid. Nou, ze geloofde je wel. Weet je, ik ben blij dat je het nu weet en dat je me niks kwalijk neemt. Ja, maar jij kunt er niks aan doen. Ja, nee. Maar alles loopt vaat door mij. Het is gewoon toeval dat ze jou eruit pikten. Weet je, we moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen het weten. Dat we altijd klanten in de zaak hebben. Dan durven ze niks te beginnen. Denk je? Ja. Ik ga wel naar Simon, dan weten Daniel en Janine het. En jij moet Stan maar bellen. Stan? Alsof hij voor de gezelligheid zomaar binnenwandelt. Nee, nu niet. Hij weet toch ook niet wat er gebeurt. Dus je moet hem wel eerst vertellen wat er aan de hand is. Het heeft geen zin, Linda. Fatima, als jij het niet doet, doe ik het. Nee, dat wil ik niet. Ik doe het wel zelf. Goed zo. Bel hem dan maar. Ik ben zo gemeen geweest tegen hem. Hij wil niet naar me luisteren. Dat begrijp ik ook wel. Hij is woedend op me. Ja, ik zou ook woedend zijn. Je moet over het blok zetten. Ja, hoe dan? Hij wil me niet zien. Heb je hem vanmorgen niet gehoord? Jawel. Zeg me dan wat ik moet doen. Als ik hem wil, hangt hij de horen erop. Als ik hem schrijf, dan schuurt hij de brieven. Als ik hem zie, dan begint hij te schreeuwen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb het allemaal verpest. Ik kom nooit meer goed. Hallo. Hoi. Hoe gaat het? Beter. Ik kan alles weer een beetje overzien, geloof ik. Ik heb net allemaal spullen voor Robert gekocht. De pyjama, wat boeken. Ik heb de hele middag gewinkeld. Al verzorg je iemand niet zelf, het is toch een hoop werk, hè? Ja. En ik heb ook besloten dat ik bij Robert blijf. Ik heb er goed over nagedacht, maar ja, al die overwegingen. Ik voel gewoon dat ik hem nou niet in de steek kan laten. Ja, ik begrijp het. Ik denk wel dat je ervan bewust moet zijn dat je weinig keuze hebt in jouw situatie. Hoe bedoel je? Nou... Volgens mij ben jij iemand, ja, ik ken je natuurlijk niet zo goed. Ja, dat maakt niet uit. Jij lijkt me heel loyaal. Onder alle omstandigheden. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe jullie huwelijk verder was. Ja, dat heeft er wel mee te maken. Robert heeft mij ook altijd gesteund. Ja, behalve natuurlijk toen we gescheiden waren. Waarom zijn jullie gescheiden toen, als ik vragen mag? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar het heeft een beetje te maken met... Wat er nou ook is gebeurd. Alleen toen... Nou ja, of ik er nou goed aan doe of niet, ik kan gewoon niet anders. Ja, je moet doen wat je gevoel je ingeeft. Precies. Dat kan ook veranderen, hè? Dat weet je wel. Ja. Dank je wel voor je steun. Geen dank. Sterkte. Ja,
Sherry en wat nu? Ja, nu meteen. Tot zo. Wacht even, ik moet even iets gaan opzetten. Ik ben zo klaar. Ga je nu nog koken? Ik ga fantastisch koken. Ik ga parelhoen met citroen à la koen maken. Oeh. En vooraf mijn geheime brandnetelsoep. Brandnetelsoep? Ja, het klinkt eng, maar het is toch heel lekker. Oh. Maar dan moet je me wel eerst even loslaten. Nee. Nee? Nee. We gaan eerst een glaasje port drinken en daarna mag je koken. Ga zitten. Hé, ik weet opeens wat ik vannacht gedroomd heb. We waren ergens in het Midden-Oosten. Oh, met vakantie? Nee. Volgens mij woonden we daar. Het was een beetje koloniale, decadente sfeer. Het was niet echt prettig. Mm. En we hadden een kind. Een jongetje. En die werd ziek. Of tenminste, niet echt ziek, maar raar. Hij ging hele rare dingen doen. Wat voor dingen? Ja, gevaarlijke dingen. Paardenpesten, in bomen klimmen. Met reptielen spelen. En wat ik ook zei, ik kon hem niet tegenhouden. Oh, wat afschuwelijk. Ja, nee, dat was het vreemde. Het was helemaal niet erg. Want er gebeurde helemaal niks met hem. Hij bleef vrolijk, alsof hem niks kon overkomen. En ik? Jij? Nou, jij vond het helemaal geen probleem. Je vond dat ik me aanstelde. Ja, dat is wat je zei. Laat dat kind toch. Iedere keer weer. En ik blijf me bang. Oh, arme schat. En hoe liep het af? Nou, niet. Dat was het. Het is een rare droom. Ik begrijp er helemaal niks van. Mag ik nu gaan koken? Ja. En ik kom je helpen, want ik wil wel eens weten wat jij voor lekkers van brandnetels maakt. En jij blijft hier lekker op die bank zitten en je doet helemaal niks totdat we aan tafel gaan. Wil je misschien wat drinken? Koffie graag. Mag ik een koffie en nog een whisky? Zeker, meneer. Zullen we dan maar? Zet hem eens wat harder. Oh ja, Jeff belde nog. Ik moest zeggen dat je je helemaal geen zorgen over de zaak hoeft te maken. Ze hebben alles onder controle. Jullie denken maar dat ik dat prettig vind. Wat? Dat ik me geen zorgen hoef te maken. Ten eerste doe ik dat toch en ten tweede zou ik me juist afleiden als ik wat werk heb. Zal ik dan aan Jeff vragen of hij wat werk meeneemt als hij de volgende keer komt? Graag. Wat heb je daar? Ik heb een pyjama voor je gekocht. Laat eens zien. Leuk. Lief dat je daar aan denkt. Hier heb ik de lijst voor u. Oh, fijn. Kijk, dan kun je lezen zonder dat je je armen hoeft te belasten. En hij is heel makkelijk opzij te schuiven, meneer Alberts. Bedankt. Nou, zullen we maar eens even kijken hoe het werkt, hè? Kom eens zitten. Hoe gaat het thuis? Oh, goed. Arnie is een grote steun voor me, Jeff en Sylvia ook. Mooi. Eten jullie met z'n vieren 's avonds? Meestal wel. Soms is Rooster ook. Ik vraag me steeds af hoe het moet als ik hier wegga. Als je weer naar huis mag, bedoel je? Naar huis. Dat klinkt zo simpel, maar... We komen er wel uit met z'n tweeën.
verdien het niet. Het is toch ook jouw huis? Natuurlijk kom je weer bij ons. Ik hou van je. Kus. We mogen maar heel even meekopen, want anders dan gaat de smaak eraf. Ik ben benieuwd. Nou, klaar? Oh nee, er moet nog wat Pernod in. Zou jij dat even willen halen? Hebben we dat dan in huis? Ja, het staat in de drankkast. Weet je zeker dat het niet hier in de kast staat?